Hallo lieve mensen, nog eens een berichtje van mijn kant, een filmpje van mijn kant. Het is super lang geleden, ik weet het, maar er is zoveel gebeurd, er is zoveel veranderd, we hebben zoveel voorbereiding gehad, want we hebben de beslissing genomen om een nieuw bedrijf te starten. Want ik vond het gewoon super leuk na vorig jaar om iedereen... Ja, zoveel bloemen te zien planten in de tuin. Ik vind het echt waanzin. Echt waanzin. En nog elke dag verbaast het mij hoeveel mensen er effectief plezier uithalen. Dus dankjewel daarvoor. En ik heb meteen ook een mededeling. Want we zijn dus de afgelopen maanden, ik moet niet zeggen weken, maar echt maanden bezig geweest aan het maken van een nieuwe webshop. Ja. We hebben daar een nieuwe zadencollectie op. Die heb ik zelf samengesteld. In nieuwe zaadzakjes. Prachtig. Die zijn trouwens gemaakt van tomatenafval. Echt zo mooi. Ik zou zeggen, je kan terecht op angelo.be vanaf nu. Ga er gewoon eens langs. Bekijk het eens, de webshop. Het is zo mooi geworden. We hebben mooie tuintools. Handige tuintools. Om te gebruiken in de tuin. En vazen, want dat is ook belangrijk natuurlijk als je zelf bloemen gaat kweken. Je wil ze natuurlijk ook ergens zetten. We hebben hele mooie vazen. Het is gewoon super, super mooi geworden. We hebben ook, het is zo in stroomversnelling gegaan, dat we ook beslist hebben om een bedrijfspand te moeten huren. Dat klinkt allemaal groot en zo, maar het is ook echt wel nodig, want ja, onze garage die was een beetje ontploft. En zo kon ik niet leven. Dus we hebben de beslissing genomen om te verhuizen, of het bedrijf te verhuizen, naar een pand. Het is zo ongelooflijk. Ik weet niet wat er allemaal door mijn lijf gaat op dit moment. Ik heb ook niet veel geslapen. Hence de ballen. Maar dat is niet erg, want ik heb super veel zin in vandaag. Dus neem zeker een kijkje op angelo.be. En ik zou zeggen, ja, droom van wat er volgend jaar in uw tuin kan staan. Ik zie jullie heel graag binnenkort terug, want dan maak ik nog eens een filmpje over hoe het er in de tuin aan toe gaat. En zoals je kunt zien, is het een beetje ontploft, maar in de goede manier. Tot snel, hè.